Wanneer begint de lente? Wel, veel onder ons die denken dat de lente begint op 21 maart. Wel, dat is dus niet zo, want dat blijkt een uitzondering te zijn. Wanneer begint de lente dan wel? Dat zien jullie nu in deze vlog. Hey beste kijkers en vrienden, welkom op Mechelen op zijn best. Zoals je ziet neem ik jullie vandaag mee op stap door Mechelen onder een stralend blauwe hemel en een prachtige lentezon. Waarom hebben we de lente zo graag? Misschien omdat de natuur dan terug in leven komt. Bloemen en planten krijgen terug hun kleurenpalet. Het wordt allemaal een beetje fleuriger. En daarbij komt nog dat dan nog de zonnewarmte en het zonnelicht ons een extra boost geeft aan vitamine D. De lente is ook het begin van Pasen, het paasfeest. Dat betekent dat er ook een paasvakantie is. Dan vertrekken er heel wat Belgen op vakantie naar het binnenland of naar het buitenland. En vergeten we de winterstilletjes aan. Dinsdag 30 maart 2021 werd de eerste echte lentedag van dit jaar opgetekend met een temperatuur van maar liefst 23,3 graden. Dat betekent dat er ook een record gesneuveld is en dat is het dagrecord van 2017 en zelfs een muntrecord van 1968. Voilà, zoals gezegd, er zijn dus uitzonderingen en dat is bijvoorbeeld zo de lente van 2044 en 2048. Die zullen starten op 19 maart. Nu, de laatste keer dat ik weet dat de lente begonnen is op 21 maart, dat was in het jaar 2011. En dan toch nog eens even meegeven dat de astronomische lente dat die bepaald wordt door de stand van de aarde op de zon. Ik heb je al veel gezien op YouTube. Serieus? Ik ben Xavier Knoet, dus ik ben van Plogging Mechelen. Ah, ja, ik heb daar ook al wel wat van gehoord en gezien hebben. Dat is juist. Zo, ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen van de schoonheid van Mechelen en zelfs al woon je niet in Mechelen, dat u toch zo goed wilt zijn om mijn kanaal Mechelen op zijn best te volgen.